Na die vorige doos, weet ik niet of ik de energie nog heb om eigenlijk nog een doos open te maken. Geloof in het zelf, tijd voor Charizard! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een... Ja, ik zit hier helemaal onder de Eevees. Welkom terug bij een nieuwe unboxing video. Dit keer met Charizard EX Generation Special Edition. We zijn met de streak bezig. We hebben ondertussen twee dozen geopend. Dit is doos 3, part 3, hoe dat je het ook wil noemen. En oh boy, hebben wij toch veel gehad. Als je die video's nog niet gezien hebt, spoiler waarschuwing, kijk eerst de Venusaur en daarna de Blastoise, want ze staan in volgorde. Voordat je deze video natuurlijk gaat kijken. Goed, nou, ik ben al bezig met het openmaken van, want deze doos zit echt vast met superlijm ondertussen. We hebben in de vorige aflevering zoveel mooie pulls gehad. En op zich, we hebben er nog maar twee die we dus nog niet gezien hebben. En natuurlijk, we hebben alleen Flareon Full Arts gezien, maar er zijn natuurlijk ook nog meer Flareons die je dus eventueel zou kunnen zien. Zoals bijvoorbeeld deze. Ik hoop dat jullie hem al een beetje kunnen zien. Maar... oh, no. Oké, dat mag natuurlijk in heel groter. Nou, maar eerst heel eventjes voorzichtig even de promokaart eruit. Kom maar. Hop. Hij zegt klik. Kijk eens aan. Oh, dat is tenminste ook niet zo geworden. In ieder geval een Full Art Charizard EX. Eerlijk gezegd, ik vind hem nog altijd veel mooier dan hoe dat de... hoe heet dat dan? Dat die Flareon GX eruit ziet, die we dus eerder hebben gevonden. Natuurlijk in... ik zeg weer Flareon, hè? Ik zei weer Flareon, hè? Flareon? Flareon? Ja. Waar ben je nou? Oh, je zit achter me. Ik bedoel, Charizard GX, hij is mooi, maar deze vind ik mooier, want Flareon die staat erop. In ieder geval, we gaan het zo even beter kijken hoe dat Charizard eruit ziet. Want we hebben hier de Jumbo kaart daarvoor. Ja, jullie snappen nou ondertussen wel de running gag. Ik bedoel, in Sun and Moon hebben we alleen nog maar 3 evoluties gehad. En hier zitten er gewoon zo erg veel in. Daar word je gewoon super vrolijk van. Dus, wij gaan gelijk wel eventjes verder. Hallo. Wij gaan gelijk wel eventjes verder. Dus ik heb hier alle pakjes. En ik moet zeggen, de setup, ik hou me gewoon nog steeds in. Ik hou de setup er gewoon in. Dus dit, rommel. Dus we zijn begonnen met de Venusaur. Daarna hebben we Blastoise gedaan. Blastoise, dank je. Daarna doen we de Charizard en daarna doen we de Pikachu. We houden die volgorde er gewoon in. Die volgorde die werkt goed. Die heeft de vorige keer goed geholpen. Dus, Venusaur was qua box niet zo leuk. Bij de vorige video, rip headphone users. En in deze doos, we zullen het zien. Goed, nou, 3 weer van achteren. Ik heb er echt heel erg veel zin in, jongens. Dat kunnen jullie ondertussen wel horen aan mijn stem. We hebben een Espeon. We hebben de Pokémon Fanclub. We hebben Shauna. We hebben Caterpie. We hebben Meowth. We hebben Rhyhorn. We hebben Ponyta. Reverse Holo Pokéball. We beginnen al gelijk. Oké, we hebben een, Holo Diancie. Dat is zeker heel erg mooi. Oh jongens, natuurlijk. Het is er eentje die ertussen niet waar we echt naar op zoek waren. Maar het is de Golem EX. Golem EX komt ook best wel vaak eigenlijk voor. Dat ben ik helemaal vergeten om over te praten. Ik bedoel, we hebben heel erg... Ja, jij hoort trouwens hier. Jij hoort hier, jij hoort daar, jij gaat daar. En dit is allemaal rest, dus... Maar, dat ben ik helemaal vergeten over te praten. Want ik heb echt heel veel Generations pakjes geopend. En... Mega Charizard, Mega Blastoise, Mega Venusaur. Volgens mij heb ik Mega Venusaur 1 keer gevoeld, maar dat weet ik niet zeker. Want ja, het nadeel is, ik deed toen nog niet deze superlijn, want dit is een goeie. Maar dat weet ik dus niet zeker. Want ja, toen deed ik dus helaas nog niet die unboxings die dus mede mogelijk zijn gemaakt door... Unicorns. Jullie kennen dat ondertussen wel. Dus, maar ik moet zeggen... Generations was echt mijn set. En ik denk dat jullie ondertussen wel een beetje moe worden van mij te horen dat Generations echt mijn set was. En eigenlijk nog steeds is. En daarom ik hier zo blij ben. Oeh, Reversed Holo Slowbro. Is dat wel heel erg in de achtergrond? Want het is echt zo van, ja, hier heb je de hart, alsjeblieft. Groen grasveld met blauwe lucht en wolkjes en een Slowpoke erop. Alsjeblieft, doe er iets mee. Dus, nou, dan hebben we ook nog Swirlix. Oké, interessante keuze. Oké, hallo, botervrij. Jee. Leuk. Waarom ook niet? Blastoise, je laat me in de steek, jochie. Je unboxing was anders geniaal. Schaam, schaam, schaam. Hé, wacht, jongens, ik zit... ik ben nog steeds een beetje ziekjes. En excuus. Goed.
In ieder geval, we gaan gewoon verder. Smijten het gewoon aan de kant. Goed, draai het boeltje om. 1, 2, 3. Oh, jongens toch. Oké, Charmeleon. Charmeleon, oh, altijd heel erg leuk. Ik heb hem volgens mij zelf nog in mijn vuurdek zitten, dus... Miauw, echt van... Ik heb water nodig, Gary. Nou, dat klonk totaal niet als miauw, maar dat maakt niet zoveel uit. Ponyta hebben we echt heel veel gezien. De serie gaat gewoon over Ponyta, of gewoon vuurtypes. Volgens mij krijg ik gewoon weer een Flareon. Dat zou natuurlijk zomaar in één keer kunnen. Oké, en wat hebben we hieronder zitten? Een Chirachi, niet verkeerd, hè? Serieus, Charizard, je laat me in de steek. Is het gewoon omdat ik deel tussen Flareon? En tot ik zei Flareon in plaats van Charizard, dat je daarom boos op me bent en daarom nou gewoon echt tegen iets hebt van. Nee, geen Flareon voor jou, baby. Nee, wat? Jij krijgt helemaal niks. Zo'n beetje te. Oké, we hebben kolen, daar niet van, maar ik bedoel. Krijgen we nou in deze aflevering helemaal geen evolutie? Er moet een evolutie in zitten. Editor, spannende muziek, we hebben nog geen evolutie, dit is een ramp! Oké, we hebben Hunter, dat is al voor traumaatschal een heel erg goed teken. We hebben weer een Slowpoke in de vet, we hebben een Tangela, we hebben een Rhyhorn. Oh, dit moet sneller en... dit is grappig. Oké, kom op, waar zijn mijn evoluties? Het is Gyarados die we hebben. Jee. We hebben Hunter en Gyarados van ons team, denk ik. Dus like voor dat. Je hebt dit buiten zitten. Leuk, geen evoluties. Ik kan gewoon niet. Ik ben het hier niet mee eens. Dus hoop ik jullie natuurlijk allemaal te zien in de laatste doos die we hebben. Pikachu met Generations. Dat daar veel evoluties in zitten. Ik denk jullie toch wel te kijken. Heb je een leukste momentje? En dan ben ik toch eigenlijk nieuwsgierig. Wat is nou jouw favoriete evolutie EX-kaart? Voor de mensen die Pokémon Trading Card natuurlijk spelen en natuurlijk weten over welke kaart ik het over heb. Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like natuurlijk achter als je daar de tijd voor hebt tot de Gyarados en de Hunter. En hoop ik jullie allemaal te zien bij de laatste dag van Generations. Pikachu EX. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!